Dames en heren, jongens en meisjes, ja, het is eindelijk weer zover. Jullie hebben er mega lang op moeten wachten, ik ook. Maar eindelijk komt het eraan. Yes! Ja! Ja! Voordat we gaan beginnen, mensen, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Want naast dat ik op de gek op jouw video's geen geld verdien, op deze video's wel. Maar mijn vorige gek op jouw video is verwijderd. Het is ongelooflijk. Het is verwijderd door YouTube. Ik zei dus iets, het ging over YesR, zei ja... Ik kan het denk ik wel vertellen zonder gestraakt te worden, denk ik. In ieder geval, YouTube, ik heb hier niks verkeerds mee bedoeld, dan weet u dat. Maar YesR zei van, ja, ze houdt van korfbal. Ze houdt van naar school gaan. Toen zei ik, en ze houdt van, en dan, ik zei, dat zei ik. En toen zei YouTube van, dat kan niet door de beugel, want nu heb je het over een minderjarig iemand. En wel, dat... Serieus, ongekend. Dus mensen, het woord ga ik niet meer gebruiken in gek op jouw afleveringen. In ieder geval, vandaag zijn we hier met een gloednieuwe kaasupdate. De grootste update tot nu toe, echt de ziekste update. Als je deze video kijkt, de kans dat hij al in de store is, is wegel niet. Volg mij op Instagram, daar hou ik je precies op de hoogte wanneer de update er is. Want dit is echt vet, het is echt leuk. Het is eigenlijk gewoon een heel nieuw spel. Het is schitterend, het is fantastisch, het is... Mooi. Abonneer op mijn kanaal, mensen. We gaan echt lekker. We zitten op 170. Ja. We zitten op 470.000 abonnees. We moeten nog 30.000 nieuwe Hutsmensjes voor de 500k. Help mij nou naar het 500.000 voor 2021. Dat zou fantastisch zijn. Nog 30.000 mensen. Dat is echt. Come on. In ieder geval, ik ga even een klein beetje door het totale ding heen brengen. Zoals jullie weten, Kaasje, mensen, de app van het jaar, 100%. Het jaar is bijna voorbij. Er is geen één andere app geweest die ook maar in de buurt komt van Kaasje. Ik heb natuurlijk deze fantastische schoenen gekocht. Mooi. Ik zag trouwens even iets leuks. Besef dit, mensen. Het snelste stuk kaas ter wereld kan van jou zijn. Dit is een kaasje auto. Dit is toch fantastisch? Nou, ik moet dit ding hebben, maar het is 13.500 euro. Ja, kijk. Dat gaat me echt te ver. En dan moet je me ook hierheen laten sturen. Oh, hij heeft een filmpje. In actie. Waar zit ik nou weer naar te kijken? Kijk die vent. Wat mooi. Zij, dit valt ook sowieso meteen uit elkaar als erin rijdt. Oh, jongen. Als ik dit ding toch... Oh, dit ding moet ik toch hebben. Fondue. Oh, je moet helemaal zo omhoog. Oh, het is wel vet. Het is wel echt vet. Wat is het? Jezus! In ieder geval, top ding. Hij was eerst $35.000, toen 34.000 en nu 13.500. Dus misschien over een jaar 1000 euro, dan koop ik hem. In ieder geval, ik ga erover nadenken, maar ik ga het denk ik niet doen. De kaas in eten halen. Nee, ik denk dat dat toch wel vrij zinloos is. Ik heb weer contact gezocht met de Tourione. Uiteraard, de Tourione, mijn superheld, mijn beste vriend. En ik had het al langer met hem over, want ik wil een level modus in kaasje. Want dat normale, dat is leuk, maar dat gaat wel een beetje vervelen. Je moet levels hebben, uitdaging. Dikke vette rich uitdaging. Dus we hadden het een beetje over wat we wilden. We hadden echt al alles overlegd. 50 levels, het moet steeds moeilijker worden. Ik heb hem hier al. Ik heb de nieuwe kaasje update hier al. Maar mensen, voordat we gaan beginnen. Dit kostte mij 2602 euro. Oh mijn god. Even terug in de tijd. De kaasje app maken zelf kostte mij volgens mij rond de 250. Deze update kostte mij 10 keer zoveel als een normale game. Oh mijn god, dat is toch bizar. Dat is niet normaal. We hebben ook toegevoegd, als je een level niet haalt, dan kan je met 50.000 kaasjes kan je dan zeg maar door naar het volgende level. Dat is super chill. En uiteindelijk gingen we akkoord op 30 september. En toen kwamen we een beetje van, hoe gaat het? Bla bla bla. Allemaal goed. En toen, op 4 november, 34 dagen na akkoord, kreeg ik de bestanden. Ja, mensen. Het is ongelooflijk. Ik heb nu tegenwoordig ook laden beneden, dus dan gaat hij van 0 naar 100, zoals jullie zien. Jezus, wat fantastisch. Wat goed, wat een systeem. Ik zit trouwens oprecht te denken, mensen, om de scoreborden te resetten. Dan kan iedereen weer opnieuw de kaasjewereld in. Zodat er 475.000 mensen de app Kaasje hebben gespeeld met Game Center aan. Dus niet eens de mensen zonder Game Center, die zitten er niet eens bij. Het is echt bizar. Goed, je kiest lekker je poppetje. Ik ga spelen met Essie Boy. En dan heb je de Endless. En de Endless zijn gewoon de normale dingen. En je hebt levels. En levels, nou, het spreekt voor zich. Dus je ziet, de levels zijn grijs als je ze nog niet hebt gehaald. De levels zijn rood als je ze hebt gehaald. Ja, waar je bent, zeg maar. Ik ben nu bij level 10. Ik moet dus nog een hoop. Mensen, alsjeblieft, als je dit speelt, als je dit downloadt en als je level 50 gehaald hebt, stuur het naar mij op Instagram. Ik heb een leuke verrassing voor nummer 1 die, zeg maar, level 50 haalt. Ik wil wel geen gecheat, geen gezeik, gewoon echt spelen. En ik vertel de verrassing gewoon. Degene die als eerste level 50 haalt en het stuurt naar mij op Instagram. Dus een Instagram story naar mij stuurt, die krijgt een poppetje in kaasje. Mensen, dat is toch fantastisch. Degene die als allereerst level 50 haalt, krijgt zijn eigen poppetje in de app van het jaar. Wie wil dat dan niet? Nou, ik zou gaan spelen. Ongelooflijk. Oké, let's go. Zoals je ziet, ik ben in mijn level 10. Ik had dus gezegd maak het begin maar een beetje makkelijk, zodat iedereen een beetje
denken van het is easy en dan steeds moeilijker. Maar ja, het ding is, ik heb er zelf ook geen idee hoe moeilijk level 50 is. Maar toen Jonas zei level 50 is wel moeilijk. Dus ja. Ik hoop wel dat het lastig is. Dat het niet is dat na één dag al is. Ja, ik heb level 50 gehaald. Easy peasy. Nu weet ik wel dat als mensen dit leuk vinden. En ik denk dat jullie dit heel leuk gaan vinden. Want dit is gewoon vet en leuk. Dan ga ik zeker nog andere levels maken. Met ook uiteraard een nieuwe wereld. En zijn we eventueel aan het kijken voor een derde en gloednieuwe wereld, mensen. En zien jullie hoe goed ik ben in kaarsje. Ik wil chill dat je ondertussen ook kaarsjes verzamelt. Als je dan een keer een level niet haalt, ja, dan kan je gewoon vooruit. Besef ik nu pas. Stel, iemand heeft een miljoen kaarsjes, dan kan hij gewoon al 20 levels skippen. Dan heeft hij wel een dikke voorsprong natuurlijk. Triest. Wil je level 50 wel zien halen? Level 50 mag je niet skippen met kaarsjes. Afgesproken. Hatsik ideetje. Hatsa. Hatsa flatsen. Lekker snatsen. Hatsa, level 10 is binnen. Heerlijk. Lekker smikkelen. 3 sterren. Geen flauw idee hoe je 2 sterren kan halen. Voor mij is het altijd 3 sterren. Voor mij is dat gewoon voor de leuk. Level 11. Goh, we zijn lekker aan het springen hoor. Hartstikke idee. Boemene bam bam. Lekker. Oh. Yes, we leven nog. Hartstikke idee. Level 11 ook binnen. Mensen, ik ben verschrikkelijk goed. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Maar laat het me dus weten. Level 50, mensen. Als je hem gehaald hebt, stuur een DM naar mij op Instagram. En de allereerste die gehaald heeft, krijgt een eigen poppetje en kaartje. Dit is precies wat je wil in je leven. Je wil niks meer, niks minder dan dit. Dit is echt wat je wil. Dit wil je. Ik heb nog even een bericht gestuurd naar Tourione en daarin gezegd. Tourione, luister. Level 50, stuur me even een filmpje. Want ja, ik denk dus dat het wel moeilijk is. Maar het moet echt tanto moeilijk zijn. Level 5, is level 1 tot 49 makkelijk. Level 50 moet onmogelijk zijn. Moet gewoon. Bij 100.000 likes ga ik denken of ik dit ding ga kopen. Nee, ga ik niet doen. Nee. Maar hij is wel gaaf hoor. De Jet Power Cheese Wedge. Is hij al verkocht? Nee. 16.000 euro. Ja. Oh mijn god. Wat is dit fantastisch. Mensen hebben allemaal gratis dingen erop staan. Wat goed. Chalettenuur. Gratis. Nou, moeten we hebben. AirPods Pro voor 90 euro. Die zijn vast niet gestolen. Maar dit... Oh mijn god. Echt jongen. Trap er nou niet in, mensen. Maar goed. Voordat ik een nieuwe fietsdags ineens koop, wat ik natuurlijk niet wil. Ik hoop je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Doe hier beneden. We gaan naar de 500k. Toe. Speelkaasje. Is de update nog niet? Volg me even op Instagram. Ik laat jullie precies weten wanneer je moet downloaden. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Adi, ossels. Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.